kijkers een van harte goedemiddag. Wij heten u welkom bij het programma Actua dat live wordt uitgezonden vanuit de congreshal. Het is een samenwerking van het Nationaal Informatie Instituut en de STVS. Het is vandaag donderdag 14 mei. Nog 11 dagen te gaan voordat wij de grootste spannende dag hebben in Suriname. En dat is dan 25 mei waarop iedereen zit te wachten, de verkiezingen. Goed, wat is actueel in Suriname? We hebben gisteren de oplevering van de nieuw weer gevonden weg gehad. En vandaag heeft de minister van Buitenlandse Zaken PPA's in ontvangst genomen van ambassadeur Li Kuan van China. Het gaat om mondkapjes, het gaat om pakjes en ander materiaal dat gebruikt kan worden in de verplegende sector in verband met COVID-19. Nadat de minister van Buitenlandse Zaken het in ontvangst heeft genomen, heeft zij het verder overhandigd aan haar collega-minister, de minister van Volksgezondheid, de heer Antoine Elias. Wat is nog meer actueel? Ook morgen hebben we een grote dag in Suriname. Dan wordt de nieuwe highway opgeleverd. En we hebben een filmpje voor u in elkaar gezet om u alvast in de sfeer te brengen van hoe de nieuwe highway er nu uitziet. Goed, u heeft het filmpje gezien van de nieuwe highway. Morgen is de oplevering van de nieuwe highway en het is dan vrijdag 15 mei. We hebben vandaag een directeur bij ons te gast en het is de directeur van de SLM, de heer Rajesh Rajkumar. Goedemiddag directeur, hoe gaat het met u? Ja. We hebben net gekeken naar een filmpje van de nieuwe highway als directeur van SLM. Wat kan de nieuwe highway betekenen voor toerisme? Nou, als eerste, als Suriname zijn, ben ik zeer trots erop. Ik bedoel, het ziet er prachtig uit. En als directeur, ja, het zal heel veel bieden in die zin van dat het is voor de luchtvaart natuurlijk heel belangrijk. Je kan zo, ja, met een snellere tijd kan je naar de luchthaven toe voor de vluchten. Ik bedoel, vooral voor laatkomers wil je meestal altijd. En dit biedt echt soelaas voor mensen die op tijd naar de luchthaven kunnen. En ook voor vracht natuurlijk is het heel erg belangrijk. Okay. Dus dit is echt een heel grote hulp hoor. Dat is sowieso. Als Surinamer bent u trots? Ik ben zeker trots hierop, ja. Oké. Okay. Directeur, COVID-19-pandemie heeft een domper gelegd op alle sectoren en we nemen aan ook de SLM. Welke impact heeft het voor SLM? Ja, voor SLM sowieso heel erg zwaar. Ik bedoel, de luchtruim is gesloten. De SLM die verdient zijn geld alleen maar door het vervoeren van passagiers natuurlijk. Mm-hmm. Dat is echt wegkomen te vallen. Mm-hmm. En dat drukt heel erg zwaar op onze financiële positie. Want we hebben gewoon geen vervoer meer. Ik bedoel, het is landelijk, het is ook in het buitenland. Ik bedoel, we kunnen internationaal geen vliegoperaties uitvoeren, omdat het een pandemie is natuurlijk. En dat is dat vergt heel erg zwaar op de SLM. Okay. Dus om kort op te zijn, ja, het drukt heel erg zwaar op de SLM. Ja. U haalde aan vooral het financieel gedeelte. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, het is echt elke dag kijken naar onze cashflow. We zijn dagelijks bezig om de cashflow te monitoren.
onze uitgaven zoveel mogelijk in toom te houden, te beperken of te verschuiven. En dat we weer gaan vliegen, afspraken maken met lessoren, met personeel ook. Heeft in het nieuws is ook al een beetje bekendgemaakt dat bepaalde toelages worden bevroren op dit moment. Het moet gewoon, want het bedrijf moet in deze situatie door het water boven hoofd kunnen houden. Dus vandaar dat er bepaalde maatregelen direct hebben genomen om de continuïteit in deze situatie toch nog te garanderen. Okay. U haalde net het personeel aan. Heeft de SLM het personeel al toegelicht hierover en wat was hun reactie? Ja, dus we hebben dit in samenspraak. Dus de directie heeft dit in samenspraak gedaan met de bond van de SLM. Mm-hmm. En we hebben meetings gehouden, we hebben alles in kaart gebracht, wat de besparingen zullen zijn en waar we naartoe ook willen gaan. Dus dat is gewoon duidelijk bij de bond. En de bond, ik zeg u eerlijk, ik heb wel een goede samenwerking met de bond. En de bond ziet het nut ook ervan. Dus vandaar dat wij het dan mee eens zijn om dit alvast door te voeren. Hopen dat die pandemie niet te lang blijft natuurlijk, dus dat hopen we allemaal. Dus, maar dit is pas het begin. Okay. U haalde ook aan het nieuws. We lazen ook over de gepensioneerden in het nieuws. Hoe zit het daarmee? Ja, u praat over de pensioenfonds. Ja, klopt. Ik heb een gesprek gisteravond toch gehad met de voorzitter van de pensioenfonds. Dus ik heb een modaal uitgewerkt, of gezamenlijk. En ik ga dat verder met hem vandaag verder bespreken. Maar we komen wel uit de impasse sowieso. Okay. Dus dat moet ik nog even met hem bespreken. En dan komt het, we komen wel eruit. Ja. Zijn er ook gesprekken gehouden met de regering? Dat denk ik aan de minister van OWTNC. Ja, we hebben vorige week, of hou me even te goed, of deze week toch, zijn we bij de minister geweest van OW. De minister heeft ons gevraagd, heeft ook zijn directieven aan ons doorgegeven. Mm-hmm. En dat volgen wij ook op. En we hebben een bezuinigingsplan. Mm-hmm. En ook achteraan een herstelplan hebben wij ook dan aan de minister aangeboden. En natuurlijk voor de injectie, wat de broodnodige injectie op dit moment. Want je moet nagaan, sinds het stoppen, dat is 14 maart, hebben wij letterlijk geen inkomsten binnengekregen. En wij hebben tot nu toe gewoon de salarissen betaald en bepaalde kosten hebben wij gewoon betaald. Dus dat is gewoon doorgegaan, dus zonder enige injectie van de overheid nu. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben alles in kaart gebracht. En dat hebben we aan de minister van OW gepresenteerd. Ja. Okay. U zei een injectie en er is een heel plan uitgezet. Hoe gaat SLM hieruit komen? Nou, op dit moment, het is ook al een beetje bekend dat wij ons focussen op de chartermarkt. We zijn heel sterk op de chartermarkt nu bezig om toch die extra inkomsten binnen te krijgen. De cargo, dat lees je ook. De cargo, wij vliegen één keer naar Miami per week en één keer uit Amsterdam ook. Ik heb afspraken met de rijstboeren, de groenteboeren. En zij helpen ook zeg maar, de SLM om zeg maar, hun vracht bij ons aan te bieden. Zodat wij die vracht kunnen vervoeren ook naar het buitenland. Komt hun ten goede en ook de SLM ten goede. Ja. Dus die samenwerking heb ik ook met de groenteboeren. Okay. Dus vandaar dat we wekelijks een vracht uit Amsterdam hebben. Dus dat is niet gestagneerd. En van de andere kant uit Miami hebben wij ook vracht. Okay, dus we hoeven niet bang te zijn voor export en onze groenteboeren die kunnen gewoon aanleveren zodat dat wel blijft. Dit is al de derde week dat het heel goed loopt, dus met de groenteboeren. Vracht uit Miami die kwam al, dus met de groenteboeren hebben we een goede understanding. En het loopt. Okay. Dus, worden de COVID-maatregelen wel afgenomen? Ja, ja. Okay. Wij zijn een IATA geregistreerd luchtbedrijf, luchtmaatschappij. En wij hebben zeg maar, de richtlijnen van IATA die wij volgen en dat nemen we altijd in acht. Zowel bij de chartervluchten, dan heb ik ook met de directeur van Volksgezondheid heb ik ook regelmatig contact of alles volgens de procedures loopt. Dus dat gaat wel goed. Okay. We hopen dat de COVID-19 pandemie heel gauw ophoudt. Is SLM ready wanneer dat allemaal gebeurt? SLM is bezig zich ready te maken, ja klopt. In het nieuws is al aangegeven dat wij per 1 juli ook de operatie willen starten. Dat is zeker onder voorbehoud natuurlijk, maar je moet ergens beginnen natuurlijk. En dat is in 1 juli. Inmiddels zijn we bezig om de certificering van onze 777 af te ronden, want dat was door de COVID ook, doordat CASA's bepaalde manpower ook niet had, konden wij dat ook niet. En je moet ook aan de regels houden van het COVID-team.
die is uitgegeven. Dus wij zijn nu bezig dat af te ronden. En dan hopen we dat dat 1 juli ook ready is. Ready is. Dus ja. Zij certificering. Certificering waarvoor? Van de 777 voor de ETOPS hoor. Dus okay. Laat het even duidelijk zijn. Het gaat om die ETOPS certificering. Okay. De andere certificering zijn al in place. Maar het gaat puur om de ETOPS certificering die afgerond moet worden. Die was al in de fase beland. In de afrondende fase. Maar door de COVID is het een beetje... Ja, door bepaalde omstandigheden. Distance en dergelijke. Want het is een heel proces. Ja. En ja, dan moet je aan, de regels van de volksgezondheid houden natuurlijk. En daar moeten we in acht nemen. Waardoor wij de processen opnieuw moesten schrijven. Van hoe gaan wij dit doen samen met CASA's. Die distance. Niet zoveel personen bij elkaar. Dus dat bij elkaar. Dan waardoor het een beetje op een langere baan is gekomen. Maar we zijn nu wel bezig om dat af te ronden. Okay. En als het is afgerond, dan kan men die Boeing 777... Dan wordt die ingezet. We zijn ingezet, wel bezig okay. om naar een alternatief te bekijken voor voorlopig, om hem als mm-hmm. vrachttoestel, want die vraag werd ook aan mij gesteld. Mm-hmm. En ik heb gezegd, ja, dat klopt. Daarom zijn we ook al bezig om te kijken om hem niet alvast als een vracht te gebruiken. Dus dat is ook al uitgezet. Dat hebben we met Boeing ook al besproken. Zij zijn heel welwillend. Ze werken met ons samen. Mm-hmm. Ze hebben ook al een paar ideetjes naar ons toegestuurd hoe wij het kunnen ombouwen als vracht. Want het is, van oorsprong is het een passagierstoestel. Mm-hmm. En als je maar zijn vracht wil gebruiken, moet je aan andere voorwaarden voldoen. En die voorwaarden worden dan gestuurd door Boeing en dan bekijken wij dit. En dan, dan treden we in, met CASA's in overleg. Okay. En dan gaan we dat ook afronden. Okay. Hoe gaat SLM om met de COVID-19 maatregelen? Werken de mensen van huis uit of moeten ze naar kantoor komen? Ja, we hebben de COVID-maatregelen hebben we in acht genomen. Dus of zeg maar het personeel die van huis uit kan werken, die werkt gewoon van huis uit. En het bedrijf is van 8 tot 2 uur gewoon open. Dus voor mijn personeel die op kantoor moeten zijn, ik blijf van 8 tot 2 uur. Ja. En met inhouding van alle... maatregelen van COVID natuurlijk. Okay. Toch zitten er mensen te popelen dat ze op vakantie willen gaan of naar Suriname willen komen. Voor vakantie of voor business, kan voor anything. Ja. Wat zegt u aan die mensen? Ja, wij willen ook zo snel mogelijk beginnen. Ik krijg ook dagelijks telefoontjes van ja, directeur, wanneer gaan we vliegen? Wanneer gaan we vliegen? Ik zeg, voor mijn part vlieg ik morgen al. Maar ja, we moeten even de COVID-maatregelen in acht nemen. Vandaar dat ik 1 juli heb aangegeven. Dat het een beetje duidelijk is voor mensen die, nog willen, die graag willen vliegen, vooral regionaal. Ik heb begrepen dat regionaal, onder voorbehoud natuurlijk, misschien eerder dat luchtruim open gaat. Dat moet nog even bekeken worden. En als dat het geval is, dan kunnen wij regionaal sowieso wat eerder beginnen. Maar dat hangt alles af van het COVID. Okay. Maar we zijn ready. Ready in die zin van ons personeel. Dan praat ik over mijn cabin crew, die zijn PPE helemaal uitrusten. Dus met mondkapjes, alles is in place. Want wij voeren chartervluchten uit en dus dat wordt al doorgevoerd in onze vluchten. Okay. Dus zij zijn ready voor de COVID. Oké. Okay. Directeur, wat gaat de SLM nodig hebben? Het financieel plaatje denk ik daaraan aan, om uit dit alles te geraken? Het financieel plaatje, die hebben wij, zoals ik eerder heb gezegd, die hebben wij al opgesteld. We hebben dat al aan de minister aangeboden. Het hele, zeg maar, het bezuinigingsplan. En daarachteraan natuurlijk het herstelplan. Dus dat heel financieel plaatje hebben wij dat aangeboden aan de minister. De minister heeft het ook aan in ontvangst genomen. Dus het is even afwachten wat de minister ons vertelt. Van hoe ver het staat voor de injectie. Maar het is alles al uitgewerkt, dat sowieso. Maar wij blijven niet stil natuurlijk. Zoals ik het eerder heb aangegeven, wij zijn ook bezig met charters. We krijgen charters aanvragen. We hebben weer eentje gekregen van een buitenlands bedrijf. Om charters uit te voeren in Zuid-Amerika. Dus wij proberen zeg maar ook op een andere manier ook de inkomsten binnen te krijgen. Dus we zijn niet stil. Okay. Suriname hoeft niet bang te zijn voor SLM? Suriname hoeft helemaal niet bang te zijn voor SLM. Wij staan er en we gaan er altijd blijven staan. Oké. Okay. Directeur, mag ik u heel hartelijk dank zeggen dat u bij ons te gast bent geweest in het programma Actua. En natuurlijk hopen we met z'n allen dat SLM heel gauw uit deze COVID-19 pandemie komt ook. Ja, natuurlijk. En we heel snel weer kunnen gaan racen. Dank u wel. Dank u wel.
Kijkers, u heeft het gehoord van de directeur van SLM, de heer Rajesh Rajkumar. We hebben een beetje gesproken over SLM, hoe we gaan geraken uit deze COVID-19-pandemie. Zijn ze ready? Kunnen we daarna reizen? We hebben gesproken over Boeing 777 en over de certificering en het personeel. We gaan u nogmaals het filmpje van de nieuwe highway laten zien. En intussen maakt onze volgende gast zich ready. Big up, strana, passie, ja, Ermi. Hey, strana, kondre, mi, semi, edida. Renem, nerusen. Opa, strana, fragapo. So, met mi, taigio. Awi, lobi, strana, mi, kondre. Den, di, wan, ore, saba, pipo, saba, paste, mi, taigio. Awi, lobi, strana, mi, kondre. Sana we condemn, then you want all the sabo people, sabo from them we take you. Now we love this, now we